In deze video wil ik met jullie even teruggaan naar de basis van Premiere Plus 2 en dat is het configure of het configuratieprogramma. We kunnen allemaal natuurlijk in het programma werken, maar je basisinstellingen die zijn gewoon heel belangrijk en die geven je ook een hoop gemak. Dus heb je het geïnstalleerd of ga je het opnieuw installeren, let altijd op die configuratie. Hier staat die Premiere Plus 2 configure. Hiervoor zie je natuurlijk al een aantal interessante opties. Check installation, altijd belangrijk. Je kiest hier welke software je hebt. Je gaat op check en dan kan je hier inderdaad kijken. Heb je alles goed geïnstalleerd? Is er na een update iets fout gegaan? Of ben je bang dat het niet goed is? Kun je hier altijd even controleren of je alles op een rijtje hebt en alles werkt. Het registreren zal niet nodig zijn, denk ik. Activeren kan natuurlijk wel op het moment dat je hem opnieuw gaat installeren. Zou je hem hier weer moeten activeren? Of je activeert hem eerst online en download het daar. En hier kan je ook de activatiecode weghalen. Dus als jij een nieuwe computer koopt, dan wil je die oude code eigenlijk meenemen, want je hebt er maar twee. Dus probeer altijd de activatiecode te verwijderen van het oude apparaat. Smart update. Denk je, god, er is een nieuwe software. Ik heb dat gehoord, maar de mijne geeft het niet aan. Meestal doet het programma het zelf. Mocht je twijfelen of weet gelijk binnenhalen. Ga hier even op drukken. Machinecommunicatie. Wordt dat minder voor de rechtstreeks verbinding van de kabel. Er zijn een aantal mensen die er nog mee werken. Maar op dit moment hier wat minder. Hier kan je al je instellingen eventueel opslaan. En dat is eerst kun je ook weer meenemen. Dus als je het opnieuw gaat installeren op een andere pc. Kan handig zijn. En hier heb je reset alle modules. In het verleden hadden we als mensen die iets veranderd hebben, iets weggesleept hebben, per ongeluk verschoven hebben, of je instellingen hebt zitten rommelen, dan kan je hierop drukken en dan heb je eigenlijk je programma weer zoals de basis, zoals die ooit binnenkwam. Nou, ik wil met name ook even naar Appearance. Hier zie je dus inderdaad hoe komt het beeld op jou over, het programma. Hier kan je ook de kleur aanpassen, kan handig zijn. Sommige mensen willen bijvoorbeeld veel met zwart werken. Zou je hem hier ook even tijdelijk helemaal zwart kunnen aangeven. Of spierwit. Dan kan je de achtergrond in het programma de hele tijd meenemen. Dat is wel fijn. Zelf heb ik altijd dan bovenaan staan zo'n klein kriebeltje erin. Dan vind ik dat altijd een beetje erg vlak. En wel of geen grid. En dan de kleur daarvan. Dit is gewoon de layout wat je mooi vindt. Het is verder niet zo heel spannend. Kun je nog veranderen. Zie je dat? Ik ga nu naar gewoon de bloem. Dit is wel heel belangrijk, altijd op elke verschillende pc waar je het installeert, opmeten. Op het moment dat jij bezig bent in de ring en je denkt, hey, ik heb waar en groot ingedrukt, dat heeft een bepaalde afmeting. Klopt deze maat niet, klopt je waar en grote afmeting ook niet. Wordt het beduurmotief dus of veel kleiner of groter als dat je denkt. Meet het dus echt op met een lineaaltje van hier naar daar en vul het hierin ook op de halve millimeter graag. Dus hoe beter, hoe netter. En hier kan je dus inderdaad alvast een kleur kiezen voor de applicatie. Import, hier kan je een voorkeur geven voor een bepaalde draad. Heel veel mensen werken met Madeira Rayon, zou je die aan kunnen geven. Ik probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. En dan de export, en de export is met name belangrijk. Want daar zie je een aantal opties. Het eerste blok, daar zijn eigenlijk je voorkeuren voor het uitbeduren. Wil jij standaard dezelfde kleuren samenvoegen? Wil je overlappende gedeeltes laten wegknippen of juist niet? En heb je eventueel dat je zegt ik wil kleine steekjes, extreem kleine steekjes laten weghalen of juist hele lange steken laten verkleinen, dus opsplitsen in kleine gedeeltes. Dat kan je hier allemaal instellen en aan- en uitzetten. Dat geeft hij dan op het moment dat je op exporteren drukt. Dan worden deze functies eigenlijk automatisch meegenomen. Hij vraagt het dan ook. Maar het is fijn om je eigen voorkeur hier vast te stellen. Decoration. Daar heb je dus drie verschillende opties. Hoe je dus de placementslijnen. Dus de kleine plek waar je kraaltjes en pailletten wilt toevoegen. Kan laten aangeven. Wil je dat met een klein kruisje. Wil je dat met een steekje. Of wil je helemaal geen steekjes voor die pailletjes en dat soort dingen aan te geven. De hoop orientation is wel belangrijk. Vaak zie je dat hij gaat roteren, dus dan draait hij. Altijd even opletten, zelf vind ik het ook wel eens fijn om hem liggend te hebben. Maar hij beduurt hem natuurlijk staand, dus altijd even daarin opletten wat je gedaan hebt. De onderste is heel fijn, op het moment dat ik namelijk
veldnaaldjes, veldneedles heb geselecteerd om daar wat mee te ontwerpen. Dan gaat hij ze automatisch spiegelen, want bij vilt is zo dat de onderkant je bovenkant is. Dus dan gooit hij hem automatisch om in de ring als hij die naald heeft geselecteerd. Dus let daarop, wil je het wel of niet aan. En je kunt ook motieven splitsen. Dus je ook willen wandkleed maken van 1 bij 1 meter. Ja, dat kan je van tevoren aangeven en dan splits je het in verschillende vakken. Je kan dat intelligent doen. Nou, je ziet hier een tolerantie van 1 mm. Dat is natuurlijk niet heel erg veel. Dus je kan hem misschien wat beter wat breder zetten. En dan heb je dus iets meer ruimte in de ring waar die dus doorheen kan splitsen. Je kan ook een strakke lijn doen. Maar dan splits je het echt helemaal recht door midden. En vaak is het dan toch dat je het sneller ziet bij het aanpassen. Bij het aanpassen niet, maar het... Als je ze bij elkaar wilt toevoegen, laten we zeggen, dan zie je toch vaak waar die lijn loopt. Dit is wel fijn en geeft hij dus kleine steekjes weer, zodat je hem ook makkelijker weer kan positioneren. Deze kan je ook aanpassen. Dat is een soort extensie, laten we zeggen, die altijd achter wordt gezet op het moment dat je exporteren. Je kan er je eigen naam voor gebruiken. Je kan ook zeggen, weet je wat, ik pak daar het jaartal voor. Dan kan ik alles zien wat ik wanneer gedaan heb. En op die manier zien wat je hebt. Hier heb je de connectie. En hier kan je inderdaad altijd zien of je bent ingelogd in je SUNET. Hier staat duidelijk de connecting. En anders kan ik hier opnieuw inloggen. Dus dat is een hele belangrijke. Altijd even hier zien en hier inloggen. En dan heb je hier eventueel je eigen naam voor de computer. Dat is ook eventueel makkelijk voor machine. Dus soms ga je dingen vanuit de software doorsturen. Bijvoorbeeld naar de Epic. Of gewoon naar je software systeem als je vanaf de cloud werkt of naar de cloud. Dus als ik de computer in ieder geval een naam geef en een andere naam als mijn andere apparaten. En ik wil wat doorsturen vanaf de cloud of vanaf de naaimachine, de borduurmachine. Dan kan ik altijd zien dat Suusje... mijn computer is, dus dan zit ik in ieder geval altijd goed. Als je wat dingen veranderd hebt, doe altijd even toepassen en dan druk je op oké. Okay. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar om je softwareprogramma te gaan openen en er lekker mee te gaan werken. Bedankt!